Een automobilist is zondagavond bij een eenzijdig ongeval in Ulvenhout zwaar gewond geraakt. De man verloor rond 9 uur op de weg tussen Bavel en Ulvenhout door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en raakte met zijn auto van de weg. Hij kwam tegen een boom tot stilstand en zat daarna bekneld in zijn auto. De brandweer moest eraan te pas komen om hem te bevrijden en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is door de ambulancedienst met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de man precies mankeert is niet bekend. De politie is begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.